Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland en boven de Noordzee zien we een gebied met uitgestrekte wolkenvelden. En die wolkenvelden trekken van noordwest naar zuidoost. Dat betekent dat we vanochtend dus met veel bewolking te maken hebben, maar het is wel droog en op een enkele plek breekt al even de zon door. Vanmiddag komen er meer gaten in het wolkendek. In de kustprovincies wordt het dan zelfs zonnig in de loop van de middag en in het binnenland breekt de zon dus wat vaker door. Ondanks al die wolken toch prima temperaturen 21 tot 24 graden. Vanavond schijnt de zon dan ook in het zuidoosten en oosten en het blijft dus ook overal droog. Ik denk dat we een best wel aangename avond hebben, want er staat weinig wind en de temperaturen zijn prima. Morgen vaderdag zonnig. Smiddags een lokaal stapelwolkje, maar verder volop zon en 24 tot 28 of 29 graden. Opnieuw weinig wind, maar op de stranden wel kans op een windje van zee. Maandag wordt het nog iets warmer, 30, 31 graden in het binnenland. Ook dan weer een paar stapelwolken in de middag, maar verder veel zon. Vanaf dinsdag komt er verandering in de lucht. En dan wordt het allemaal wat onzekerder wat betreft de temperaturen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.